Ik denk dat we dat allen delen. Soms zijn er momenten dat je het goede woord niet kunt vinden. Dit is ook weer heel bijzonder. U vindt de tekst van het inzegeningsgebed in uw boekje. Almachtige, eeuwige God, de geschapen wereld hebt gij aan de mensen onderworpen om elkaar in liefde diensten te kunnen bewijzen. Wij vragen u, verhoor in uw goedheid ons gebed, waarin wij uw zegen afsmeken over hen die deze voorwerpen nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Deze voorwerpen, en meer nog natuurlijk de mensen die ze zullen dragen en hanteren, dat zij ons voortdurend mogen helpen u als het hoogste goed te erkennen en in een oprechte liefde met hun broeders en zusters om te gaan door Christus onze Heer. Amen. Dan is dit natuurlijk een symbolisch gebaar. Zegenen, zoals u allen weet, is een teken van apart stellen. Bewust een teken hanteren om het diepere te mogen oproepen. En in die zin mogen het gilde gezegend zijn. Er waren enkele gildeleden, ik kan het niet laten om gewoon bespelen open kaart. Die waren bezorgd of ze zelf ook nog gezegend moesten worden. Maar dat werken we intern af. Dan is nu het moment daar dat we de tafel klaarmaken met de gave van brood en wijn. U kunt ook aansluiten bij die offergave door middel van de collecte die nu zal worden gehouden. Voor degenen onder ons die misschien er niet mee vertrouwd zijn, de gildeleden offeren op de gildetrom die hiervoor een centrale plaats krijgt, waar dan ook een doek op komt te liggen en het beste collecteert het op die manier. Als het geen munten zijn, maar briefjes. Het is ook vanuit een eeuwenlange traditie dat er voor wordt gecollecteerd. Ik heb begrepen uit een of andere voetnoot bij artikel nummer zoveel, dat dan ook de voorganger oog heeft op wie wat geeft. Hij hoest bescheiden als het te weinig is. Bij voorbaat, dank u wel.
Dan is nu het moment daar dat de aflegging van de eed van trouw door de gildeleden wordt gedaan. Ik mag u voorgaan in het gebed. Barmachtige God, wees aanwezig bij de leden van het gilde van het heilig sacrament des altaars en Sint Antonius Abt, die vandaag in deze eucharistieviering om uw zegen vragen. Laat hen ervaren dat gij hun toevlucht zijt als zij bijeen zijn en mogen zij vreugde vinden in u en in elkaar en zo goed met elkaar en anderen omgaan waarbij het gildelid zijn van hen die extra verantwoordelijkheid mag verwachten. Ik zal mijn best doen met de hulp van God en de heilige Antonius Abt om een goed gildebroeder te zijn door de kaart na te leven en niets te doen in nadeel van het gilde. Zo waarlijk helpen mij God al wachten. Mag ik dan de verdere gildeleden nodigen? Ik zal mijn best doen met de hulp van God en de heilige Antonius Abt om een goed gildebroeder te zijn door de kaart na te leven en niets te doen in het nadeel van het gilde. Zo waarlijk hebben wij God al van. Ik zal mijn best doen met de hulp van God en de heilige Antonius Abt om een goed gildebroeder te zijn door de kaart na te leven en niets te doen in het nadeel van het gilde.
Ik zal mijn best doen met de hulp van God en de heilige Antonius Abt om een goed gildebroeder te zijn door de kaart na te leven en niets te doen in het nadeel van het gilde. Ik zal mijn best doen met de hulp van God en de heilige Antonius Abt om een goed gildebroeder te zijn door de kaart na te leven en niets te doen in het nadeel van het gilde. Ik zal mijn best doen met de hulp van God en de heilige Antonius Abt om een goed gildebroeder te zijn door de kaart na te leven en niets te doen in het nadeel van het gilde. Ja, nu ziet u toch eerlijk een bijzonder teken dat ons wordt opgespeld. En bepaalde momenten deed de burgemeester er iets langer over dan ik. En ik heb begrepen dat de professie van burgemeester toch heel vaak betekent het voorrecht te hebben mensen een onderscheiding te mogen opspellen. Maar kan nog komen, hè? Dan geef ik heel graag, zoals in de dienst ook correct aangegeven, het woord aan de dekenhoofdman, onze burgemeester, de heer Jos Verbeten. Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is een heel bijzondere dag voor de zojuist geïnstalleerde leden van het Sint-Antoniusgilde. We hebben samen de eed afgelegd om met hulp van God en de heilige Antonius Abt te proberen een goede gildebroeder te zijn. Dat betekent elkaar tot steun te zijn, iets voor elkaar over te hebben, maar vooral ook om iets te betekenen
voor de dorpsgemeenschap waarin we leven. En als hoofdman spreek ik van harte de hoop uit dat we erin slagen daar de komende jaren vorm en inhoud aan te geven. Toen ik ongeveer een jaar geleden bij de jaarvergadering van het Sint-Matthias-gilde in Oplo, waar ik beschermheer van mag zijn, vroeg of ze me wilden helpen bij het opnieuw leven inblazen van het Sint-Antonius-gilde, was er geen enkele aarzeling. Dat doen we, dat was het antwoord. Ik kreeg er wel de waarschuwing bij dat het geen eenvoudige klus was. Dames en heren, jongens en meisjes, het was een flinke klus, maar hartverwarmend was de inzet van velen. En niet alleen van de leden van het Sint-Matthias-gilde. Het was of er, zo zou ik het willen zeggen, of er een windvlaag van goede wil door ons dorp ging, of erop was gewacht om de herleving nu wel te laten slagen. En dat heeft geduurd tot op de dag van vandaag. U heeft dat gemerkt ook. Tot in deze prachtige Eucharistieviering ook. Bijzonder ook omdat het parochieel gemengd koor vandaag bij het feest van Antonius Abt, de pastoor vertelde het al, de speciaal daarvoor door Jo de Jong gecomponeerde mis liet horen. Dirigent, organisten en muzikanten, hartelijk dank voor uw bijzondere bijdrage. Dames en heren, jongens en meisjes, het was een prachtige dag. In het bijzonder, ik heb ze nog niet kunnen bedanken, wil ik graag nu even doen, wil ik diegenen die ons nog wat geschonken hebben tot op dit moment zelfs in deze dienst, bijzonder bedanken voor het moois. Het Oplose Gilde, het Matthias Gilde, voor een hele mooie kaars. Een passend geschenk in deze dienst. We zullen er zuinig op zijn en ik hoop dat die heel lang brandt. Dan is dat een goed signaal. Dankjewel. Ik wil ook bedanken Noud Peters en zijn vrouw Anita, die zo'n prachtig stuk zilver vakwerk hebben afgeleverd en die weer hebben mogelijk gemaakt dat wij de koning, dat we die ook een prachtig sieraad kunnen omhangen. Het was verdwenen, maar dankzij het vakmanschap van Noud en de steun van zijn vrouw Anita hebben we weer een prachtig stuk sieraad terug. Dankjewel, Noud en Anita. Ik had het al gezien van de week, moet ik eerlijk bekennen, en daarvoor had hij me al bij het werk laten zien wat eraan te pas komt. En als ik hem dan prees om de kwaliteiten ervan, was het eenvoudige antwoord: het is mijn hobby. Bijzondere hobby dan toch zeker. Dames en heren, jongens en meisjes, de laatste waar ik bij wil stilstaan is een van onze gildebroeders, pastoor Frans van Spreeuwen. Toen het duidelijk werd dat het Sint-Antonius-gilde zich aandiende, was hij een van de eersten die zei, daar sluit ik mij ook bij aan. En Frans, gildebroeders spreken elkaar bij de voornaam aan, wij hebben dat buitengewoon gewaardeerd. Buitengewoon gewaardeerd. Niet dat het ons verbaasde, helemaal niet. In de jaren dat je onze pastoor bent, kennen we jou als iemand die op heel persoonlijke manier laat zien dat hij zich bij het wel en wee van zijn parochianen en ook van mensen buiten de parochie, dat hij zich daarbij betrokken voelt. We weten hoe ongelooflijk druk je het hebt met je parochiële werk, een eenmanspost voor een aantal kerken. En in dat verband is het goed, je hebt het al aangehaald, dat in de oude kaart staat opgenomen dat je enige vrijheid hebt waar het gaat om. Je zei het al, het is een kaart uit 1683. We moeten hem nog, nu we de tekst prachtig vertaald hebben gekregen, zoals de pastoor al heeft verteld, nog eens aanpassen aan de tijd. Je gretigheid die doorklonk vraagt toch om enige aanscherping van de tekst. Al is maar om te voorkomen dat hij alleen bij de maaltijd aanscherpt. Maar dat is een grapje.
Want laat ik echt zeggen, vanuit de grond van mijn hart, het is buitengewoon plezierig dat onze pastoor op dit punt zo geweldig meedoet. Fantastisch is dat. We zijn ermee verguld dat je een van de onze wilt zijn. En kun je een keer niet, je bent toch op voorhand geëxcuseerd, Frans. We hebben ook een passend geschenk voor je. Harry, wil je dat even naar voren brengen? Want zoals je weet, heeft Sint-Antonius iets met een varken. Wees niet bang. We komen niet met levende haven aan. Dat willen we je niet opnieuw aandoen. Voor de mensen van buiten, hij heeft een keer in de loterij een speenvarken gewonnen. En daar heeft hij nog maanden mee geleurd. Maar deken Harry Peters, de koning, heeft speciaal voor deze gelegenheid iets voor de pastoor gemaakt. Hij maakte voor jou een hangbuikzwijntje. Toen hij de wangen maakte, zei hij, dacht hij aan jouw blozende wangen, Frans. Toen hij het hangbuikje maakte, dacht hij niet aan jou, Frans. Maar de omvang ervan, daarvan dacht hij, die is groot en is gevuld met warme gevoelens van al jouw parochianen en alle gildebroeders en zusters. Het dier ziet er goed gevuld uit, dus die gevoelens die zijn spreekwoordelijk voorradig en royaal aanwezig, Frans. Mogen we jou dan overhouden? Is echt zwaar. Frans, je krijgt het aangeboden, voorzien van een oorkonde. Eén ding wel, mocht je ooit om wat voor reden dan ons moeten verlaten, dan willen wij daarna graag toch op het varkentje blijven passen. Heel goed. Heel goed. Met dat cadeau willen wij ook onderstrepen de kwaliteit van deze dienst. Onze voorganger, pastor Frans van Spreeuwel, onze gildeheer mag ik ook zeggen, kan dat op voortreffelijke wijze en ik wil je daar ook uitdrukkelijk voor bedanken. Straks bij de receptie zal ik alle anderen die ik ook nog moet bedanken en alle andere aanwezigen graag nog een keer toespreken. Voor dit moment heb ik het denk ik voldoende gedaan en het is laat genoeg om nu op pad te gaan. Want in het boekje staat nog een vervolgprogramma. Ik hoop dat u daar de tijd voor heeft om daar nog van mee te genieten. We hebben nog een slotlied te goed en het is vandaag feest in Sint-Tunis. Dank u wel. Dit was in alle opzichten een totale verrassing. Want meestal voel je iets intuïtief aan of hoor je... Ik wist niet dat deze traditie ook bij het gilde hoort. Het kan niet beter. Dan staat er, zoals de deken Hoofdman ook correct zei, het slotlied. Daarvan zingen we de eerste twee en de laatste twee coupletten. En ik mag het afsluiten nu met de zegenwens. Maar ik verklap u één klein dingetje waar ik vanmorgen ook tegen opliep. We hebben natuurlijk allemaal de gildehoed, de sjerp, het bijpassende kostuum, u weet het hè, met overhemd en vrijgezellenstrikje, noem ik het. Ik heb het aan, met recht. Maar ik moet u eerlijk zeggen, ik zal het bisdom daarvan verwittigen. Ze zullen het niet begrepen hebben. Maar als je gildebroeder wordt, heb je iemand nodig die dat strikje op kan doen. Ik heb het verschillende collega-gildebroeders gevraagd. En allen was het antwoord een enkeling, ikzelf, maar de meeste, mevrouw natuurlijk, pastoor. Dus u voelt wat ik ga aanvragen. Dank u wel.
Mogen dan de God van alle leven en liefde ons allen nabij zijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Thank you.